Als er een week is met golven, dan lig ik het liefst zo 6 à 8 uur in het water. Oké, okay, allemaal even op je buik liggen, armen wijd en dan ga je met je hiel naar je hand toe. Er ligt nu een jongen in het water die Nederlands kampioen onder de 18 is. Ja, die woont gewoon hier in de Vogelwijk. Surfen is toch, het is niet alleen een sport, het is ook echt wel een soort leven dat je leeft. En het hoort gewoon bij mij. En ik kan me ook niet meer herinneren wat ik deed toen ik niet surfde, zeg maar. Dus het hoort gewoon bij mijn leven, ja. Het is zo leuk dat je gewoon, zeg maar, je bent met de natuur en het geeft soort van een heel vrij gevoel. Omdat zodra je op die golf bent, kun je doen wat je wilt. En ja, het is gewoon echt super gaaf. Het geeft echt een adrenaline rush. Ja, het gaat best wel goed. Het zijn leuke golven. Het is super om nog even te kunnen trainen. Want vanmiddag vertrek ik al. Ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Want ja, ik vind het gewoon heel vet dat ik mee kan doen. Om Nederland te vertegenwoordigen, dat was mijn woord. In de jeugd hebben we serieus talent. We hebben een aantal talenten, er zijn echt wel individuen dan die dat niveau kunnen halen. Mits ze zelf daarvoor gaan en wij ze de faciliteiten kunnen bieden om die groei te maken. Wat moet je ervoor over hebben? Alles. Echt alles. Als er een week is met golven, dan lig ik het liefst zo 6 à 8 uur in het water. Wat is jouw grootste droom als het op golfsurfen aankomt? Ik denk toch wel meedoen aan de Olympische Spelen. Ja, dat lijkt me gewoon heel erg vet. Hey!